Verheij probeert zich ervan af te schermen. De 19-jarige Van Eijk komt. En Jonker eruit. Zijn eredivisiedebuut, 19 jaar. En hij heeft als eerste taak om tegenover een van de beste spelers in Nederland te staan. En die van scoren te houden. Ruiz mag hem niet meer nemen. Maar de man die vanaf 11 meter scoren tegen Excelsior en PSV moet het nu gaan doen. Theo Jans. Blijft hij weer zo kalm? En wat kan die 19-jarige? Wat een moment voor hem. Een rol in de titelstrijd. Titon geblesseerd. Troes rood. En dus Colin van Eijk. Theo Jans. Weer een doelpunt van hem. Ja. En er is haast. Heel veel haast. Twee strafschoppen. Eén doelpunt. En er is er nog eentje nodig in de ogen van alle Twente supporters. Hij kijkt. Van Eijk kan er niet bij. Laatste vijf doelpunten van Twente nu gemaakt door Theo Jansen. En de teamman van Roda moeten zien te overleven in de Grolsvesten. Corner. En de scheidsrechter Ed Jansen had natuurlijk gewoon gelijk door de penalty te geven. Laat dat voorop staan. Het was een domme actie van Proes. Moeilijke beslissing, maar een ander juist. Veel mensen voor het doel van Twente. Heel veel mensen voor het doel. Veel rond Van Eijk. En de corner schiet door. Niet goed geraakt door Willem Jansen. En de bal achter. Corner. Allemaal maar bij Van Eijk staan, zegt Jansen. Hop, allemaal rond die keeper. Maak hem maar zenuwachtig. 19 is hij pas. Dat is de strategie van Twente. Het wordt een variant via Rosales. Terug op Jansen. Die legt hem bij de tweede paal. Naast. Geen nieuwe corner. Het zal sowieso interessant worden om te zien hoeveel tijd erbij gaat komen. Want die 5 minuten, dat zou er nog wel eens wel een stuk meer kunnen gaan worden. Met al het gedoe ook weer rond die rode kaart. Het is een zeer spannende voetbalmiddag geworden in Enschede. En ook in Amsterdam en Eindhoven zal met spanning worden gekeken naar wat de koploper doet. 2,5 minuten in officiële speeltijd. 1-1, Roda met 10 man. En een keeper die zijn eredivisie debuut maakt. Jans. K. Skobu. Theo Jansen. Daar is Ola John. Maar daar is ook Hemte. Ik zou zeggen, komt Brugge nog, een aanvallende kracht. En achterin kan er misschien wat meer risico worden genomen door de Tukkers. Rosales. Brama. Ruiz legt klaar. Wisscherhoff zocht Ruiz. Wisscherhoff nu ook voorin, als extra stormram. Opportunistisch, alles erin gooien en hopen dat hij goed valt. Daar valt hij bijna goed, maar kop Chatley hem weg. En helpt hij zo de kans van Brama om zeep. Niet wetend dat Brama nog daar achter hem kwam. De laatste minuut gaat in. Het doelsaldo van Twente minder dan dat van Ajax en PSV. Dat is ook niet onbelangrijk, nu het allemaal zo dicht bij elkaar staat. Hier,
nog maar eens aangegeven. Zeker ten opzichte van PSV. En als PSV dan wint, zou het dus de koppositie overnemen. Maar Twente heeft nog tijd om 3 punten te pakken. Dat is al zo vaak goed gegaan. Denk ook dit seizoen bijvoorbeeld aan Feyenoord thuis. Preudon, zenuwachtig. Er is weer eens kramp, nu bij K. Als er verzorging komt, zal hij ook naar de kant moeten. Sta maar op, lijkt Van Veldhoven aan te geven. Het is gewoon tijd rekken. Daar komt de extra tijd. Toch 5 minuten. Ja, dat had meer kunnen zijn. Dat gevoel had ik namelijk al 5 minuten voor die rode kaart. Ja. Dat wordt nu ook volgens mij aan Jansen aangegeven. Vijf minuten is niet overdreven veel gezien deze tweede helft. Echt niet. Je zou het zelfs aan de lage kant kunnen noemen. Schwert voor de Loge. En zo zitten de eerste minuut van de extra tijd er alweer bijna op. En zullen we die 5 minuten dus maar vanaf nu zo'n beetje gaan tellen. Dus tot de 96e minuut heeft Twente. Jansen, Chadli. 3 man voor het doel. Chadli heeft de fout tegenover zich. Komt er niet langs. Schwert, de nieuwe man. De fout naar voren richting Skobu, die voorin die bal een beetje moet zien vast te houden. Terug, maar niet echt lekker terug. Wielaert, en die is ook niet helemaal fijn. Keeper Van Eijk met de lange bal. Die nog aan gaat komen wellicht ook bij Skobu. Nee, Michailov. De bal was wel op die manier aardig gegeven. En voorlopig is Van Eijk nog niet op de proef gesteld na die strafschop. Ruiz. Nog steeds heeft hij wat goed te maken. Na die gemiste strafschop toen het nog 0-0 stond. Dit is niet de manier om dat te doen. Herkansen. Rosales doorgelopen. Nu wel bereikt. 3,5 minuut heeft Twente nog. Roda met 10 man terug. Het is dat ze er geen 11 meer hebben om in het eigen strafschopgebied te zetten. Bengtson. Jansen. Zelf schieten. En goed. En Van Eijk. De 19-jarige. Geen idee natuurlijk of hij kan keepen, want we hebben hem nog nooit gezien in de Eredivisie. Maar dit is een puikenredding. Op het schot van Jansen, de corner nu van Theo Jansen. Bal laag, Rosales. Hij dan schieten? Ja. Is hij de aangewezen persoon daarvoor? Jansen, dit is goed. Buijsen heeft een heel goed schot. En... Preudon wordt weer gek. Nog niet zo gek als in Alkmaar, maar de frustratie is er bij de trainer. Het programma is nog zo zwaar. En puntenverlies zou vandaag zo onnodig zijn gezien de kansen die Twente heeft gehad. Maar officieel nog een dikke minuut. Dat zal dikke 2 minuten worden, vermoed ik. Bal over Wielaert? Nee, op het hoofd van Wielaert. Wiskerov, Hemte, vrije trap. Wat hij leunt bij Bayrami. Roda boos, vindt het allemaal niks en vindt dat Twente te veel meekrijgt nu. Bank is geïrriteerd.
een zenuwslopende slotfase van wat een zenuwslopend slot van het seizoen zal gaan worden. Want alles blijft dicht bij elkaar staan, zeker als zijn ploeg niet weet te winnen. Maar het kan nog altijd voor Twente. In de 95ste minuut, Theo Jansen tegen Vormerop. Rosales, hopeloos mis en dan kan het nog zelfs via een counter. Willem Jansen, dit is rood. Rosales met rood van het veld. Die zag Jansen gaan, krijgt hier applaus voor, want één punt is beter dan geen punt. En Jansen had zo door kunnen lopen als hij weg was. Kijk, Jansen weg. Hij neemt de beslissing. Neerleggen, rood accepteren, wegwezen. Maar dan geen kans om nog te verliezen ook. En het Jansen kon niet anders. Maar het is wel de derde schorsing voor Twente uit bij de Graafschap. Slechte trap van Van Eijk. En nog een halve minuut onder wal te gaan. De 10 van Twente tegen de 10 van Roda. Michailov. Het is afgelopen en het eindigt in 1-1. Twente laat twee punten liggen. Geheel onnodig. Een gemiste strafschop van Ruiz blijkt cruciaal. Maar hij was niet de enige die kansen liet liggen vandaag. Jansen benutte een strafschop. En is in deze fase blijkbaar de enige die kan scoren bij Twente in de Eredivisie. De koppositie in gevaar. Afhankelijk daarvan voor wat PSV doet later vandaag. Maar met nog 3 uitwedstrijden in de laatste 4 duels laat Twente 2 hele belangrijke punten liggen in de titelrace. En dus is er grote teleurstelling in Enschede. Want de eerste van die 3 uitwedstrijden wordt gespeeld in Doetinchem zonder Theo Jansen, zonder Bart Buijs en zonder Roberto Rosales. Allemaal geschorst. Donderdag nog Villarreal thuis, maar dat is nou niet echt een wedstrijd waar nog heel veel op het spel staat. Hij was er nog dichtbij in de slotfase met een fraai schot. Om maar eens te kijken wat die keeper kon, de jongen Van Eijk, maar die had gewoon nog een goede redding in huis. En Ruiz, zijn slappe strafschop, is heel duur. En dus komt Ajax dichterbij. En weet Twente dat de 3 punten tegen PSV geen goed gevolg krijgen tegen Roda. Want voor de 2e keer dit seizoen speelt de ploeg van Prudhomme gelijk tegen die van Van Veldhoven. En voor de 2e keer dit seizoen, vooral omdat de ploeg zelf de kansen liet liggen. Tijd om te gaan praten met de beste man op het veld. Die meldt zich bij Christian Willaert voor een mooie fles champagne. Ruud, ik zie jou weer lachen. Weer een fles. Gefeliciteerd. Is deze wedstrijd zo verlopen zoals jullie wilden? Pak hem aan. Ja, dankjewel. Weet ik niet. Het was gewoon een hele moeilijke wedstrijd. De eerste helft hadden ze weinig kansen gehad. De tweede helft, penalty. Ja, 2 penalties. Maar wij mogen wel tevreden zijn met 1-1, denk ik. Het leuke duels met Theo Jans. Ja, tuurlijk. Speelt Nederlands elftal. Dat is altijd mooi, hè? Dus... het is altijd leuk tegen Theo. Je was even bij hem weg toen je de assist op de goal gaf. Ja, ik ging de ruimte in. Ik zag ruimte. Dus ik geef hem voor en Boldy schiet hem goed in. En dat was de 1-0. Jammer dat we het niet hebben af kunnen maken. Ja, jullie krijgen 2 penalties tegen. Die tweede, jullie leken allemaal heel verbaasd. Ja, ik zag het niet goed. Ik dacht dat Kaam raakte, maar het blijkt Prust te zijn geweest. Jammer. Colin ingevallen, zijn debuut. En daar wil ik hem ook bij feliciteren. En hij heeft het goed gedaan. Dankjewel. Dat was Ruud Vormer.